Ja, voorzitter. Het is belangrijk dat we in Nederland een gezond bedrijfsleven hebben. Daarom komt DENK vandaag met een schijf van 5. Een schijf van 5 voor een gezond bedrijf. Nou, de eerste schijf is, we moeten starters stimuleren. Daarna, de tweede schijf, is het belangrijk dat we de starters laten groeien en bloeien door goede kredietverlening. De derde schijf is ook belangrijk. Er wordt helaas in Nederland etnisch geprofileerd. Die moeten we aanpakken. Vierde schijf, kleine ondernemers moeten minder last hebben van regeldruk. Vijfde schijf, op een gegeven moment eindigt het, ook het leven, maar ook het ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk dat we een goede bedrijfsoverdracht kunnen laten realiseren. Dus geen euthanasie voor de ondernemers, maar een reïncarnatie. Voorzitter, ik zal ook mijn schrijven één voor één nalopen, zodat de minister daarop kan reageren. De eerste schijf is de start van het bedrijf. Starters moeten stimuleren. Zij zijn de toekomst. Denk eens daarom voor een voucher van €750 voor alle startende ondernemers. Een voucher waarmee starters belastingvrij diensten kunnen inkopen, zoals coaching, onderzoek, buddy enzovoort. Dit zou bijvoorbeeld betaald kunnen worden uit het geld van het topsectorbeleid. Tweede schijf is de groei van het bedrijf. Bedrijven hebben kredieten nodig om te investeren, om verder te kunnen groeien. Helaas laten de banken in Nederland de kleine ondernemers vaak stikken. We staan in Europa, wat dat betreft, bij kredietverlening onderaan. Ja, dat is Nederland onwaardig. Daarom heeft DENK 2 voorstellen. Ten eerste een onafhankelijke beoordelaars bij kredietaanvragen, zodat iedereen gelijk wordt behandeld, zodat iedere kredietaanvraag zorgvuldig wordt bekeken. Ten tweede, een nationale ondernemerskredietbank, een bank die zich speciaal richt op kleine ondernemers. Hoe financieren wij deze voorstellen? Door de bankenbelasting te verhogen. Als de banken tekortschieten in hun maatschappelijke taak, moeten ze dit financieel voelen. Financiële prikkels, daar zijn banken gevoelig voor. Raak ze in hun portemonnee, dan doen ze heel snel met je mee. De derde schijf gaat vooral over rechtvaardigheid en discriminatie. Er is niet alleen discriminatie op de arbeidsmarkt, er is ook discriminatie op de ondernemersmarkt. Er is niet alleen etnisch profileren van burgers door de politie, er is ook etnisch profileren van ondernemers door allerlei inspecties. Wij krijgen daarbij, denk ik, veel noodsignalen over. Ondernemers met een kleurtje lijken er helaas te vaak worden uitgepikt en aangepakt. De supermarkt van Moammer wordt vaker en strenger gecontroleerd dan de supermarkt van Stientje. De shawarmazaak vaker dan Jan Patat. Bij aanbestedingen en offertetrajecten worden de offertes van kleurrijke ondernemers helaas eerder terzijde geschoven. Die signalen krijgen wij. Wat is het beeld van de minister hiervan? Is hij met ons eens dat dit fundamenteel onrechtvaardig zou zijn? Dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen. Dat iedereen in Nederland gelijk moet worden behandeld. Dat er gelijk speelveld moet zijn. Is de minister bereid een onderzoek te doen naar etnisch profileren op de ondernemersmarkt? Zodat we kunnen zien of er en hoe groot het probleem is. Discriminatie op de arbeidsmarkt is jarenlang ontkend. Door heel veel partijen hier. Maar inmiddels blijkt het wel degelijk te bestaan. Hetzelfde geldt voor etnisch profileren door de politie. Jarenlang ontkend door heel veel partijen hier. Helaas bestaat het. Laten we nu, niet te laat, maar nu ingrijpen. Laten we doorgaan met ons verhaal. Voordat u dat onderwerp inbrengt bij de justitiebegroting en u vervolgt u het toch. Etnisch profileren bij ondernemers, voorzitter, breng ik hierin. Maar goed, ik ga naar de vierde schijf. Dan de vierde schijf voor een gezond bedrijf. Dit gaat over regeldruk. Kleine bedrijven gaan aan regels ten onder. Grote bedrijven kunnen daar mensen voor aanstellen. Kleine bedrijven niet. De bakker om de hoek zou veel minder regeldruk moeten hebben dan de Albert Heijn. De kapper veel minder dan de Unilever. DENK zou graag creatieve oplossingen willen zien om kleine bedrijven meer te ontzien. Tot slot de vijfde schijf. Na de start, na de groei, na de problemen die overwonnen moeten worden, komt helaas te vaak de laatste levensfase. De vijfde schijf gaat over het einde van de onderneming. Als een onderneming wil stoppen, is er vaak geen opvolger. Dan moet het bedrijf stoppen. Dat doet een ondernemer pijn. Hij heeft zijn ziel en zaligheid in het bedrijf gelegd en ziet dat het allemaal verloren gaat. Bovendien is het allemaal
kapitaalvernietiging. Dat kost Nederland jaarlijks 80.000 banen en ruim 3 miljard euro omzetterving. Jaar in jaar uit. Denk wel daarom bij bedrijfsoverdrachten meer ondersteuning, betere financiering, betere matching tussen oude en nieuwe eigenaar. Voorzitter, ik rond af. Dit was onze schijf van 5 voor een gezond bedrijf. Wij horen graag wat de minister daarvan vindt. Minister Kamp is bijna aan het einde van zijn ambtstermijn. Daarom willen we hem uitdagen. Maak een eigen schijf van 5 voor een gezond bedrijf, minister. Laat uw ambtenaar daar eens goed op gaan zitten. Dat zou een mooie afscheidscadeau voor Nederland zijn. En richt u daarbij niet alleen op die grote bedrijven. Denk ook aan die kleine ondernemer. Met een schijf van 5 van eigen hand geef Henk Kamp zijn erfenis aan Nederland. En vergeet ook de denkslogans niet. Meer krediet en minder regels. Dan verdient Nederland veel meer pegels. Stop discriminatie en stimuleer bedrijfsoverdracht. Dan krijgt Nederland pas echte ondernemerskracht. Dank u wel.